Maar al die hoeken werken ook niet. Yo kijkers en welkom bij weer een nieuwe AZ-vlog. Ik ben op dit moment in de bestuurskamer van het AFAS-stadion. En we gaan hier iets vets doen met twee spelers die elkaar al erg lang kennen. En die afgelopen zomer ook nog naar AZ zijn gekomen. Naast mij staan Leon Bergsma en Vincino Dekker. En jongens, kunnen jullie een beetje uitleggen wat gaan we vandaag nou precies doen? Ja, we staan nu in de bestuurskamer. En we moeten zorgen in zo min mogelijk pogingen tot het veld te komen in het stadion. In de meercirkel. En degene met de minste pogingen wint. En het moet natuurlijk wel een beetje een echte wedstrijd zijn. Dus hebben jullie een goed idee. Wat moeten verliezen doen? Ja, kruipen. Kruipen? Kruipen. Ja. Vind je dat ook goed? Ja, vind ik ook goed. Maar vanaf waar tot waar? Van de 5 meter tot de 16 meter lijn. Voldoende is. Oké, okay, degene die verliest, die moet kruipen van de 5 meter lijn tot de 16 meter lijn. Maar voordat we beginnen, krijgen jullie eerst een paar vragen over elkaar. Zodat de fans jullie iets beter kunnen leren kennen. Nou jongens, jullie hebben al een hele tijd samengevoetbald. Hoe lang kennen jullie elkaar al? 14 jaar. En jullie weten alles over elkaar? Dat denk ik wel. Ik heb een paar vragen bedacht. En dat zijn vragen over Leon die Vincino moet beantwoorden en andersom. Dan gaan we kijken wie de meeste vragen goed beantwoord heeft. En degene die dat heeft gedaan, die kan een bonus winnen bij het spel wat we straks gaan spelen. Want wat kan je dan winnen? Dan kan je de bal pakken en dan kan je 10 stappen zetten. Zodat je een voordeel hebt in het spel. Dus laten we beginnen met de eerste vraag en dan kijken we wie de meeste vragen goed heeft. Vincino, de eerste vraag is voor jou. Tegen welke club maakte Leon Bergsma zijn debuut in het betaald voetbal? Oh, geen idee. Ja, gokje. Emma. Emma. Is hij goed, Leon? Dat is niet goed. Nee, het is... FC Os of Top Os. Bij welke club is Vincino begonnen met voetballen? DVS 33. Ja, correct. Vincino, wat is het lievelingseten van Leon? Kaas. 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 Zo. Ja, die is niet goed, hè, Leon? Nee, die is echt niet goed. Nee, het goede antwoord is pizza. Oké. Okay. Leon, wat voor soort hond heeft Vincino? Ja, ik ben zo klein, hè. Ja, ik ben echt niet goed met honden, dus deze pas ik. Geen. Wat is het goede antwoord, Vincino? Pomeranië. Heel goed. Ja, moet ik dat dan weten, man. Vincino, hoe lang is Leon? Je mag er een centimeter naast zitten. 1,85. Ja, 1,86. 1,86, ja. Kwaliteit. Die is goed. Nou, Leon, wat is de schoenmaat van Vincino? Ik gok 42. Ja, dan zit je er net naast. 43. Hij is 41. 41. 41. Zit niet lekker in. Vincino, in welke maand is Leon jarig? Zo, als je deze niet weet. Januari. Januari. Dat is goed, hè? Ja. Leon, noem minstens 2 professionele clubs waar de vader van Vincino heeft gevoetbald. NEC en De Graafschap. Vincino, naar welk land is Leon afgelopen zomer op vakantie geweest? Ja, is echt een gok dit. Indonesië. Indonesië. Nee, dat was het niet. Alleen je bent op vakantie geweest naar? Griekenland. Nou, dan de laatste vraag die is voor Leon. Wat is de geboorteplaats van Vincino? Ermelo? Harderwijk. Helaas. Oh, maar dat staat gelijk, hè? Het is 2-2. Nou, jullie hadden allebei 2 van de 5 vragen jullie goed. Dus gelijk spel. Maar er moet natuurlijk een winnaar komen. Dus dit is nu een schattingsvraag. Die gaat over de club waar jullie spelen, AZ. In het stadion waar we nu zitten, hoeveel toeschouwers kunnen daarin? Degene die dichtst bij zit, die heeft gewonnen. Als het helemaal vol zit, hoeveel mensen kunnen er dan? 35.000. Ik gok 17.000. Nou, dan hebben we een winnaar. Is dat er heel erbij, Leon? Dat was 17.023 toeschouwers. Dus degene die heeft gewonnen, dat is Leon. Nee, hey, dus, 35.000. Leon, je kan je bonus nog eens zitten tijdens het spel. Dus laten we nu snel beginnen. Sorry.
kwaliteit dit dan. Ja. Hé Lee, haal die doos van je schoenen af. Nee. Oké, je doet het nu. Ja? Jezus man, ik ben er helemaal klaar mee ook, jongen. Maar al die hoeken werken ook niet. Wat zeg je, Leo? Kan je het nog even herhalen? Hij heeft nog nooit in zijn leven gekopt, die jongen. Wat een geluk. Zielige balletje. Kruipen, jongen. Dat wordt kruipen. Nou jongens, het is afgelopen. En we hebben een duidelijke winnaar. Nu is het gewonnen, jongens. Ja. Vis, Gino Dekker. Hoe vond je het gaan? Ja, ik ben gewoon alleen maar genaaid. Ik wil Gino van harte feliciteren met deze mooie overwinning. En hij heeft het verdiend. Het zat niet mee, hè, Leon? Het zat niet mee. Leuk voor Gino. En wat moet er nu gebeuren, Gino? Nu gaat hij maar even kruipen. Jullie weten wat jullie hebben afgesproken. Jullie hebben bedacht. Eerst even een broekie en dan ga ik kruipen. Oh. Maar ben je trots op je zielige balletjes? Ja. Nee, onder het is je kwaliteit. Voeten, het is kwaliteit. Kwaliteit? Je moet je kwaliteiten kennen, Leon. Goed, Leon. Het is goed. Fijn genoten. Het verschil moet er.
Ja. Nou Leon, je hebt je straf gehad. Ja. Hoe ging het? Ja, ging prima volgens mij. Ik hoop dat de kijkers het leuk vonden. Nou, dank jullie wel. En jullie ook bedankt voor het kijken. Volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe video. Al vonden jullie het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Ciao.